Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Wie was je eigenlijk vroeger op het schoolplein? Als in, hoe bedoel je? Ja, persoonlijk? Nee, qua voetballer. Had je... oh. Hoe gaat het nou echt met je? Zo vaak is het een beetje. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er 4 en dan die 3 is 7. 21 is 5. Groningen speelt 2 keer 5-1 verliezen. Waarom stel je dan deze vragen? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie waarin ik, de perschef, probeer de journalisten in de zaal enigszins in toom te houden. Terwijl ze de gast van vandaag het hemd van het lijf zullen vragen over van alles en nog wat in relatie tot voetbal. Aangeschoven is Sander Schimmelpennink en we zullen met Sander hebben over voetbal en de maatschappij, FC Twente en voetballiefde in het algemeen. Sander, hoe kijk jij tegen persconferenties aan? Noodzakelijk kwaad, heb ik zo'n gevoel. Nee, ik vind het heel leuk. Ik ben een mediamaker, dus ik geniet enorm van dat gestuntel. En het is heel, heel interessant om te zien hoe mensen daar ontzettend slecht in zijn of heel goed. Zullen zien of jij er goed in bent. Ja. Voor de mensen die je niet kennen en die de aflevering heerlijke van... Heerlijke onheilspellende persje. Ja. Dat zou vet zijn. Ja. Als tweede druk droog. We zullen zien. Ik heb er ook niet heel veel vertrouwen in. Ronald komt een nieuwe bondscoach. Ronald, zullen zien hoe je ervan afbrengt. Ja. Voor de mensen die je niet kennen en die de aflevering van afgelopen zondag niet geluisterd hebben. Je bent schrijver, columnist bij de Volkskrant, documentairemaker, medeoprichter en eigenaar van Tony Media, podcast host. Maar vandaag eigenlijk supporter van Twente. Ja. En gast bij de derde helft. Daar zijn we heel blij mee. Jongens, we beginnen met het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is voetbal en de maatschappij. Vraag vanuit de zaal. Ik zie redelijke bezetting. 2 meneren van de derde helft. Wie gaat er beginnen? Ja, ik trap wel af. Je schrijft graag over maatschappelijke problematiek. Over welk voetbalgerelateerd probleem zou je graag een pamflet willen schrijven? Voetbalgerelateerde problematiek. Ik vind wel dat social media een soort van nieuwe vorm van voetbalgeweld veroorzaakt. Dus je hebt een soort van kijk, vroeger had je gewoon hooligans. Dat met enige nostalgie kan ik daar wel op terugkijken. Die spraken met elkaar af in een weiland en die gingen dan elkaar gewoon te lijf. Dat had iets primitiefs, maar ook wel eerlijks. En ik vind dat die opgefokte sfeer, die proef ik steeds vaker bij eredivisiewedstrijden. De laatste keer dat ik bij Twente was, vond ik het te veel. Dus het wordt een soort van opgefokt. En daar speelt sociale media ook een rol in. Je had bijvoorbeeld Twente Fiorentina dit seizoen. Dan konden ze Europees halen. En de sfeer was zo opgefokt, ook door filmpjes van Twente zelf, dat het eigenlijk het was too much. Iedereen verlamde daardoor op het veld. En het kan ook tegen je werken. Twente is typisch een club waar de supporters denken van ja, wij kunnen die club echt, wij kunnen dat team vooruit helpen. En dat 9 van de 10 keer gebeurt het ook. Fantastisch sfeer, geweldige supporters. Alleen het kan ook te veel zijn. Je moet ook een keer, je moet ook wel weten wanneer het te veel is. En nou ja, dat vind ik wel interessant. Want dat is relatief nieuw. Dat is een soort van sociale media zorgt voor een te grote hype om een bepaalde wedstrijd. Beetje gerelateerd aan het Berghuisverhaal van... Ja, ook ja. Dat. Ja. En je hebt wat je... misschien is het ook wel dan inderdaad die nieuwe generatie. Ja. Waar je altijd over hoort. Hè? Die 2 jaar lang niet is opgevoed tijdens corona. En opeens een leeftijd had waarin ze naar het stadion toe konden. Ja, het wordt daarmee te groot. Kijk, vroeger had je hooligans. Dat was een heel klein groepje. En ja, dat waren gewoon halve werkloze idioten. Jij verlangt gewoon terug. En nu zijn het gewoon allemaal registeraccountants die Berghuis met de dood gaan bedreigen. Ja, dat is raar. Vooral registeraccountants. Ja, dat zijn vervelende mensen. Als we in een parallel universum even fantaseren over dat jij een sportjournalist zou zijn. Hoe zou dat er dan uitzien? Zou dat leuk vinden? Zou ik wel leuk vinden. Ik denk dat je dan wel, want ik heb bij Quote natuurlijk ook wel dat soort verhalen gemaakt. Beetje reportageachtig. Ik zou dan wel heel erg op de reportage gaan zitten. Gewoon de treurigheid die je natuurlijk als quotejournalist rondom het fenomeen rijkdom in Nederland omschreven. Op een vakantiepark van Peter Gillis. Ja, wat is er treuriger dan dat? Dat kun je met voetbal natuurlijk ook doen. Fantastische lulligheid die de voetballerij eigen is. Dat moet je mooi opschrijven. Dat lijkt me eigenlijk heel leuk. Ja. Ooit een boek over Twente misschien? Nou, ik heb best goed contact met Munsterman. En hij zint nog altijd op een keer zijn verhaal doen. Een keer zijn... Hij voelt zich natuurlijk tekort gedaan. En ik denk ook wel dat daar wat in zit. Hij is natuurlijk te dicht bij de zon gaan vliegen. Dat weet hij zelf ook wel. Maar dat daarna werd gesuggereerd dat hij die hele club om zeep had geholpen. En de straf die Twente toen ook heeft gehad was wel heel fors. En ik zou nog wel eens een keer iets met hem willen doen. Ja. Leuk. Ja.
Snijboom, wil jij een vraag stellen? Nou, stel, we moeten de kloof tussen arme en rijke voetbalclubs gaan dichten. Ja. Waar beginnen we dan? Nou, dat is een heel interessant onderwerp. Dat had ik natuurlijk eigenlijk moeten antwoorden op jouw vorige vraag. dat is wel echt een goed punt, want dat verpest natuurlijk alles. Hè, dus ik had het in de vorige uitzending had ik het over de dramatische kwaliteit van de Zweedse voetbalcompetitie. Terwijl er natuurlijk toch constant best wel goede spelers vandaan komen. Dus ja, die gouden oude tijd met een beperkt aantal buitenlanders was natuurlijk wel heel eerlijk. Pre-Bosman was het voetbal gewoon leuker voor kleinere landen. En ja, waarom ga je daar niet naar terug? En hoe zou je daar, wat zou de eerste stap, zeg maar, begint dat gewoon nou, bij? Ik denk dat je gewoon landen die veel investeren in hun voetbalinfrastructuur moet belonen. En dat doe je door een buitenlandenregel in te stellen. Ja. Dus maximaal 3 buitenlandse spelers of 5. Maak het iets meer van deze tijd. Doe 5. Maar dan zul je zien dat de landen zoals Nederland, die echt investeren in een hele brede, goede voetbalinfrastructuur, gewoon weer boven komen drijven. Wat hebben ze in Italië ook alweer? 3 buiten EU-spelers per jaar maximaal. Ja, maar dat aantrekken. Maar dat is toch best veel uiteindelijk per jaar. Ja, dat is best veel. Ja. Nou, wel leuk. Veel mensen roepen natuurlijk altijd gelijk iets over verdeling van de tv-gelden. Ja. Maar dit is veel structureler natuurlijk. Ja, in China hadden ze, toen daar op een gegeven moment heel veel geld kwam, en dan haalden ze gewoon Hulk voor 50 miljoen vanuit Europa naar een Chinese club, hadden ze de regel dat je datzelfde, die som geld, nog een keer moest investeren in je eigen jeugdopleiding. Ja. Dat is geniaal. Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, net zoals dat ik wel eens rijke mensen spreek die zeggen, ik vind het ook vrij moeilijk dat mijn kind naar het privéonderwijs gaat, maar ik zou best wel een kansarm kind dat ook willen bieden. Ja. Dan maak je het in ieder geval iets heerlijker. Ja. Ja. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Anders sluit dit onderwerp af met een vraag van onze digitale journalist. Abel Gemen. Nou, ik wil nog wel weten, want je hebt er vast wel eens over nagedacht, als je zelf een actieve rol in de voetballerij zou moeten bekleden, of een positie zou moeten bekleden, wat zou je dan doen? Ja, voorzitter van Twente natuurlijk, heb ik wel vaker gezegd. En dan, ja, dat is en afschuwelijk. Dat is niet alleen geboren. Omdat ik wel zou willen weten hoeveel invloed je kan hebben op gewoon wat er op het veld gebeurt. Dat is natuurlijk de magie van voetbal. En dat is natuurlijk ook de meest gemaakte fout. Stof Munsterman. Dat is de meeste. Ja, maar dat is natuurlijk de fout die alle voetbalbestuurders maken. Die denken van, ja, ik ga. En er zit natuurlijk iets heel, heel, heel ijdels in. Ja. Hè, ik wil gevierd worden. Ik wil de grote man zijn. Ik wil op die schouders. Zou je die voorzitter zijn die dan in de rust even in de kleedkamer erbij komt? Nee, en dan vast in de catacombe staat te wachten naar de wedstrijd? Maar daarom heb ik een zwak voor Munsterman. Munsterman was feitelijk een soort van sociaal werker. Die kon met al die jongens supergoed. Die gaf ze knuffels en die zag iets in gemankeerde vogeltjes die wat aan de vleugel hadden, zeg maar. Die Kuvo, die kwam daar binnen en hij praat op die man in en hij geeft een paar knuffels en hij ging voetballen. En hij had dat vermogen. En als je dus een soort van welzijnswerker, maar ook een goede zakenman bent, ja, dan kun je Twente kampioen maken. En ik denk elke voetbalclub. Nou, was Ron Jans nu ontslagen geweest? Ja. Voor de luisteraars. Ja. Nou ja, Steve McLaren was ook wel Ron Janserig, hoor. Ja. Dat is ook geen tactische mastermind. We sluiten dit onderwerp af met een vraag van Abel Gememen. Die wil weten welke voetbalclub volgens jou dom rechts is. Ja, dat is wel een goeie. Nou, ik denk dat er heel veel domrechtse supporters in Nederland op de tribune. Nou ja, Nijmegen is dan misschien nog een beetje het St. Pauli van Nederland. Heb je echt een linkse supportersgroep? Ik denk dat dat niet echt bestaat in Nederland. Niet zoals St. Pauli dat heeft. Nee, de NEC, daar vind je misschien statistisch gezien de meeste linkse mensen, omdat het Nijmegen is. Nou, het meest dom rechts, ja, kom je toch al snel in de Kuip, ben ik bang. Ja. Nou, het was toch anderhalve uitzending is het gelukt om. De pers heeft lokt het ook wel uit. Nee, zo'n excuus. Nee, maar goed, kijk, Rotterdam stemt gewoon wel vrij rechts. En zeker de Feyenoord supporters, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ja. Volgende onderwerp, jongens. FC Twente in het algemeen. Sander, waarom is Twente nou de mooiste club van Nederland? Ja, dat is eigenlijk wel raar, want het is natuurlijk een fusieclub. Dus zeker in het begin van die geschiedenis werd er een beetje op neergekeken van een nieuw gecreëerde club. Maar het heeft denk ik wel gewoon een hele sterke identiteit gekregen door combinatie van echt wel goede jeugdopleiding en slim aankoopbeleid.
Wat is die identiteit dan? Nou, dus een beetje ook wel arrogant. Dus hè, worden ook wel eens, worden niet vergeleken, maar de supporters, ze hebben een beetje Ajax-achtige trekjes. In de zin dat ze heel veel verwachten, heel erg zeiken, heel erg negatief zijn en zo. Het is niet snel goed genoeg. En het is natuurlijk ook wel ups en downs. Het is niet dat constante lijden van de Feyenoord-fan, zal ik maar zeggen. En daar zit veel meer dat lijden in. Er zit wel iets meer gemoedelijkheid in. Ik heb wel het idee dat de fans van Twente wat flexibeler zijn. Dus als het echt heel slecht gaat, dan kunnen ze dat ook beter handelen of zo. Ja, nou ja, omdat ze gewoon ook niet er heel veel van verwachten. Dus we hebben een soort realistische kijk op de club. Maar ze hebben nu ook het echte dal ook wel meegemaakt, toch? Ze weten nu wel echt hoe erg het kan worden. Ja, maar dat maak je dus wel, denk ik, gelouterd. Kijk, de club is gewoon heel groot. Dat beseffen mensen in het Westen niet altijd even goed hoe groot die club is. En hoeveel mensen daar op die tribune zitten. Hoeveel herrie er vanaf komt. Dat is gewoon heel vet. Ik ben verliefd geworden op de club natuurlijk omdat ik zelf uit Twente kwam. Maar ook vanwege die sfeer die er altijd was. En zeker in de Goalsfeste tijd veel, veel beter is geworden. En het was natuurlijk een fantastisch ritje. Mijn eerste seizoenkaart was in 1999. En mijn laatste in 2012. In die tijd is er natuurlijk wel iets fantastisch gebeurd daar. Ja. Is het gewoon voor je neus gaan groeien. En dat is gewoon heel vet. Als je het hebt over die groei, Munsterman heeft dat gedaan, maar niet op de meest duurzame wijze. Maar heeft wel laten zien dat... Dat vind ik niet. Dat stadion is naar 30.000 man gegaan in zijn tijd. Ja, dat is natuurlijk wel heel duurzaam. Dat staat er nog steeds. Ja, oké. Okay. Maar in principe maar de financiën die erachter zaten waren niet zo opgebouwd dat Twente dat decennia vol ging houden. Nee. Terwijl Twente wel een heel groot achterland heeft. Ik denk in de regio heel veel commerciële mogelijkheden. Als Twente nou echt goed gerund wordt, hoe groot kan Twente dan op eigen kracht worden? Kan je dan structureel topclub zijn? Nee, denk ik niet. Kijk, dat was natuurlijk wel het moment dat bij mij ook alle alarmbellen afgingen. Op een gegeven moment zei Munsterman, wij willen bij de beste 32 clubs van Europa horen. Ja, en als je even een rondje gaat fietsen door Enschede, dan denk je wel van... Ben je heel snel klaar? Moeten die mensen allemaal 1000 euro in gaan leggen? Dit wel realistisch? Nee, dat was gewoon niet realistisch. Nee. En dat is ook een beetje wat ik bedoel met van dat Ajax-sentiment zit wel... Er zit wel ook wel een zekere arrogantie in en hoogmoed. Dat zit wel bij de Twente-supporters, althans een deel en zeker bij mij, zit dat er wel in. Zou je Twente aan laten sluiten bij bijvoorbeeld die Manchester City Group of bij Red Bull, als dat betekent dat je wel bij die beste 50 clubs van Europa hoort, maar daardoor wel een deel van je identiteit verliest? Ja, ik ben daar dus wel voor. Ja. Ik hate the game, not the players. Weet je, als dit het spel is en we vinden het oké dat voetbal gecorrumpeerd is door geld, mm-hmm. Doe dan maar mee. Ja. Want kijk, die 7 slechte jaren die Twente heeft gehad, ja, prima. De supporters zaten er alsnog. En het waren die 7 slechte jaren, die 7 goede jaren waard? Vraag het elke Twente supporter en hij zegt ja. Maar dat is wel omdat in die 7 slechte jaren eigenlijk de kern van Twente alleen maar sterker werd. En het risico is natuurlijk dat de binding met de club minder wordt als het logo een soort Red Bull logo wordt. En het stadion een Red Bull stadion. Dat wil je niet. Nee. Dat wil je niet. Het is gewoon Twente en het logo is wat het is. En, weet je, dat maar als zich nu gewoon een individuele rijk Amerikaan zich meldt, dan zou jij zeggen ja, doe daarom het. Daarom begrijp ik dat spel van Munsterman dus ergens ook wel. Hij is toen al die noodverbandjes met die Doyen groep gaan leggen en dat gekloot. Ja, hij wilde aanhaken en dat wilde iedereen toen. Dus, ja. En of de deur was in gaten met gaten aan te vullen. Ja. Ja. We sluiten dit onderwerp ook af met een vraag van onze digitale journalist Joey Friedrich Laastrepen. Die wil weten of je liever fractievoorzitter van de VVD bent of trainer van Twente. Ja, Derksen die noemde mij als opvolger van Rutte. Ja, dat was wel onverwachte. Onverwachte. Nou, ik wil echt geen van beiden. Nee. Wat moest ik bij Twente gaan doen? Trainen, hoofdtrainer. Trainen? Nee joh, dat kan ik helemaal niet. Nee. Goeie stag om je heen? Nee, ook niet. Zou jij meer de trainer Ron Jans zijn die als de echte top in de buurt komt dat je eruit stapt? Of juist nee, ben dan jij dan degene moet je die mij Jans hebben? Oh, ja, jij moet Jans opvolgen. Ja, dan ga ik die topsportmentaliteit erin rossen. Dan zeg ik, hé Ricky, helemaal leuk dat je goed ligt in de groep, maar je gaat nu godverdomme goals maken. Ja. En Michel Vlap, ja prima dat je leuk danst met de supporters, maar je mag gewoon wel eens een goal maken, vriend. Ja.
Oh, ik wil dit zo graag zien. We hebben de opvolger van Ron Jans in ieder geval in huis. Laatste thema, jongens. Voetbal liefde in het algemeen. Vraag uit de zaal. Wie was je eigenlijk vroeger op het schoolplein? Als in, hoe bedoel je? Persoonlijk? Nee, qua voetballer. Hoe gaat het nou echt met jezelf? Is het een beetje? Ja. Wie was jij? Was jij de pester of de gepeste? Ik dacht, god, wie heeft er geklaagd over mij? Ga van alles door mijn hoofd. Je bedoelt qua mijn idool. Had jij een idool toen? Nee. Oké. MacGyver. Ja, die lost alle problemen. Geweldloos. Allemaal voetballen. Ik ben MacGyver. Ja. Ik ga in een achterbuurt van Seattle problemen oplossen. Ja, zonder geweld. Ja. Ook die bal pakken naar mijn andere dingen. Daarvan waken dan. Een bom, bijvoorbeeld. Hey, en als er een voetbalfiguur een podcast bij Tony Media zou moeten krijgen, of een oud voetbalfiguur, wie zou dat dan zijn? Louis van Gaal. Ja, dat is natuurlijk een no-brainer. Die man is eindelijk gestopt. En dat moeten wij gaan regelen, Tim. Ja, dat vind ik ook. Maar hij wil dat toch ook? Hij wil dat wel. Moet een goede aangever hebben. Ja, ik dacht meer een soort knockout podcast, waarin elke week een andere journalist aanschuift. En die wordt gewoon helemaal kapot gemaakt door Van Gaal. En dan schuift de volgende. Dat is ook wel mooi. De omgekeerde persconferentie. Ja, precies. Ja. Ja. Gewoon de wraak van Van Gaal. Ben ik niet zo slim? Ja, heel goed. Maar je moet hem gewoon geen strobreed in de weg leggen, toch? Dus je moet hem gewoon... Hij mag gewoon oreren totdat hij zelf op den duur... Weet je wel, dat degene die techniek doet, helemaal niet van naar huis je toe. Je moet een Wilfred Gené-achtig iemand hebben die gewoon natuurlijk daar alles uittrekt en olie op het vuur gooit. En leuk. Ja. Fantastisch zelfs. Ja. Gaat dat luisteren, zou ik zeggen, toch? Volgende week waarschijnlijk. Kwestie van tijd. We gaan het nu doen. Ja. We sluiten het onderwerp, dit onderwerp voetballiefde af met niet per se een voetbalvraag, maar wel een leuke vraag. Pieter Guidetti wil weten, wat voor shampoo twettade du horen met? Twettade min horen, hè? Head and Shoulders. wat een hele slechte... Hoofd en schouders is dat voor de mensen die geen Engels kunnen. Ja, klopt. En in Zweeds is het zelf. Nee, het is net als Labello. Hè. Je raakt eraan verslaafd, moet jij niet doen. Nee, inderdaad. Ja. Er werkt ook iemand bij ons, die was zijn haren nooit. En dat ziet er fantastisch uit. Ja. Oh, ja. Die is op een gegeven moment... Vier weken is het hel. Wordt helemaal vet en verlept. En daarna ben je helemaal het mannetje. Maar moet je dan wel gewoon, bijvoorbeeld als je wax doet, wel uitspoelen? Of gaat dat dan ook helemaal vanzelf? Het gaat allemaal vanzelf. Het is gewoon een soort ecosysteem. Zelfreizen. Ja, precies. Ja. Wordt het op den duur? Wordt het dan zo'n plant in zo'n dichte pot? Nee, je krijgt wel een glas op je hoofd. Oké, jongens. Voordat we helemaal af gaan sluiten en de stekker eruit trekken. De laatste vraag die we aan iedereen stellen. Hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Ideale derde dus helft? Dus laten we zeggen, je hebt net je pamflet afgeschreven. Laptop gaat dicht. Perfecte prestatie geleverd. Nou ja, ik ben de laatste tijd gewoon wel weer heel erg tv kijken aan het herwaarderen. Gewoon weer ouderwetse tv kijken. Misschien ben ik gewoon oud aan het worden. Dat ik gewoon. Ik heb gisteravond dus ook heerlijk in mijn eentje. Mijn vriendin lag al in bed nog via NL Ziet de Eredivisie gekeken met een glaasje bier. En dan denk ik, ik ben toch een oude man aan het worden dat ik dit nu gewoon heel prettig vind. Wel dus, lekker. Ja. Moet je dan de tegenhanger van Angela de Jong worden nu? En gaan tv reviewen. Ja. En Mark Rutte opvolgen. Ja, ik moet heel veel mensen opvolgen. En Ron Jans. Ik denk dat het tijd wordt dat mensen mij gaan opvolgen. Nee. Ik ga helemaal niemand opvolgen, jongens. Maar vroeger was je derde helft dus hashcoke en pillen, toch? Bij Twente. Ja, ik ben veel naar uitwedstrijden geweest, ook met Twente. Waarvan de post vuurwerkramp wedstrijd in de Kuip het meest bij is gebleven. Dat was echt een hele grimmige sfeer. Wat was dat dan? Nou, dat was de vuurwerkramp in 2000. Mm-hmm. En de dag daarna was Feyenoord Twente, waarbij Twente Champions League kon halen. Dus we zaten met dubbel groot uitvak met 2000 man daar in de Kuip. Terwijl eigenlijk al die supporters vonden dat het niet door moest gaan. Maar ze gingen toch, ook om een statement te maken. En het was heel veel emoties, allemaal huilende hooligans, weet je wel, van die grote kerels allemaal huilen. Dus dat was heel indrukwekkend. Ander iets meer hoogtepunt was de jubileumwedstrijd van Ajax 0-1. Twente, Vennegorf, Hesselink. Ontslag Jantje Wouters. Was ook heel leuk. Ik heb veel mooie uitwedstrijden. Maar die wedstrijd tegen Feyenoord, hadden jullie gewonnen? Of nee, 1-1. Kroes en Booth. Ah, Booth. Wauw. Scott Booth. Ja, ik weet het allemaal nog. Heel goed. Oh. Oké, jongens, we sluiten hem af de persconferentie. Journalisten, dankjewel. Tim Snijboon, tot zondag. Dan zijn we hier weer met de Eredivisie na te beschouwen. Sander, super dankt. Sympathiek dat je woensdag weer terug bent gekomen. Ja. Waarderen wij zeer. In dezelfde kleren. Tot de volgende keer. Of als je Louis van Gaal gestrikt hebt om een podcast te maken. Dat lijkt me goed. Kijkers, luisteraars. Ja. Hopelijk tot zondag. Dag.